En ik ben Marja en ik vertel jullie over de meest gemaakte fouten bij het werven van vrijwilligers. Aan het einde van deze kennissessie weet je welke organisatorische fouten veel voorkomen en welke fouten in de uitvoering vaak gemaakt worden. En dus ook welke fouten je kunt voorkomen. De eerste. Het zijn soms open deuren, maar ook open deuren moet je kunnen benoemen. Gaan werven zonder wervingsplan. Dat is eigenlijk als schieten met hagel. Soms schiet je per ongeluk raak, maar vaak schiet je ook mis. Vergeet ook niet alleen jij zoekt vrijwilligers, maar ook veel andere organisaties. En het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, neemt toch wel wat af. Dus ga niet werven zonder wervingsplan, maar doe eerst wat denkwerk. Dat scheelt heel veel tijd en energie. Want je denkt misschien, ik moet een plan maken. Jongens, wat een werk. Nee, als je dit gewoon rustig doet en daar kan je begeleiding bij krijgen, dan weet je heel duidelijk wat je moet doen, wanneer je het gaat doen en wie het gaat doen. En natuurlijk moet je altijd je evaluatiemomentjes doen om te kijken of je wel succesvol bent. En een belangrijke is ook, vergis je niet in de voorafzaken. Bezint eer je begint. Weet wie je zoekt, voor welke taken je iemand zoekt. Wie past bij jou in het team? Voor wie is het aantrekkelijk om bij jou te komen? Vooral ook belangrijk, hoe houd je het beperkt in tijd? Hoe spelen we in op je flexvrijwilliger? Wie gaat het doen? Wanneer gaan we het doen? Is er geld? Er is echt nog wel wat denkwerk vooraf voordat je succesvol vrijwilligers kunt gaan werven. Er wordt soms te makkelijk over gedacht. Dit is echt superbelangrijk. En een van die belangrijke aspecten is jouw organisatie wel aantrekkelijk voor vrijwilligers? Er wordt nog wel eens aan voorbij gegaan, maar durf jezelf die vraag te stellen. Want wat zeggen de huidige vrijwilligers over jouw organisatie? Wat zeggen andere mensen over jouw organisatie? Is het bestuur toegankelijk? Komen ze in een echt leuk en gezellig team? Je wilt wel jongeren werven, maar die komen met allerlei nieuwe ideeën. Zijn jullie daar wel echt voor open? Is de sfeer goed? Is de begeleiding goed? Denk daar echt heel goed over na. Als jouw organisatie toch wat minder aantrekkelijk is, probeer daar dan aan te pakken. Want dit is wel de succesbepalende factor vaak. Ook een belangrijke onvoldoende communicatie. Het is belangrijk dat mensen jouw organisatie kennen. Dat ze weten wat je doet, wat het doel is waar jij je voor inzet. Dus laat je zien op vrijwilligersmarkten, op bijeenkomsten. Zorg dat je af en toe in de lokale krant staat. Probeer in te spelen op een leuk onderwerp. Vaak wordt het nog best wel geplaatst. Doe er een leuke foto bij. Zorg dat je actief bent op de social media. En ja, altijd het allerbelangrijkste. Geef aan waar je voor inzet. Daar triggeren mensen op. Ja, heb ik er toch even bij gezet. Geen vlogje. Ik weet dat het lastig is om een vlogje te maken. Ik zit nu ook voor de camera en vind dat ook niet altijd gemakkelijk. Maar mensen kijken graag naar vlogjes. Vertel even waarom jouw organisatie nou zo leuk is. Laat de vrijwilliger vertellen waarom het zo leuk is bij jouw organisatie en wat het voor hem of haar betekent. En belangrijk, het hoeft niet perfect te zijn. Die perfectie, daar kijken mensen niet naar, maar die vlogjes, maximaal 60 seconden... worden heel goed bekeken. Plaats het bij je vacature, zet het in de social media. Het is eenvoudiger dan je denkt. En een belangrijke ook, ga niet werven als de nood hoog is. Dan ben je eigenlijk gewoon te laat. Je moet continu werven, eigenlijk het hele jaar door. Bedenk ook van tevoren welke ontwikkelingen maakt jouw organisatie de komende 3 jaar door. En wat heb je daarvoor nodig? Kijk ook even wat het verloop is in jouw vrijwilligersbestand. Dan weet je dus van tevoren wie je nodig hebt. Dus denk vooruit. Want anders krijgen we dit. Te laat in actie komen. Dan komen we bij het zinkende schip. Dan krijgen we zaken. Oh, als jullie niet meekomen helpen, dan kan dat niet meer doorgaan. Als we geen nieuwe bestuursleden vinden, dan moeten we ermee stoppen. Nou, dan kun je het wel vergeten. Niemand stapt op een zinkend schip. Ja, wat ook nog wel is gebeurd. Je ziet het in de luie stoel. Te weinig moeite doen. Er wordt nog wel eens gedacht, ik heb een vacature, dus dan komt Den Haag toe en dan komt het vanzelf goed.
Nou, dat kan gebeuren als jij een super vacature tekst hebt, een leuke afbeelding. Natuurlijk, dat kan, maar je moet er vaak meer voor doen. Dus besef daarom, je bent niet de enige die een vrijwilliger zoekt. Er staan heel veel vacatures op Den Haag doet. Dus actief aan de slag. Ook belangrijk is, er wordt een wervingsplan gemaakt, maar dan heeft niemand er tijd voor. En dat is natuurlijk ook jammer, want dan kan je een prachtig plan maken, maar als niemand het doet, dan heb je ook alsnog geen vrijwilliger. Het voordeel van een plan maken is dat je van tevoren na kan denken wat er moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren, maar ook wie het kan doen. Je kunt de taken dus heel goed verdelen. Dan blijft het voor iedereen behapbaar. En besef ook, als je geen vrijwilligers vindt en niet op tijd gaat zoeken, heb je nog minder tijd voor de uitvoering. Dus kip en het ei verhaal. En ook belangrijk is ook een organisatorische kwestie. Zorg wel dat je budget hebt, want vrijwilligerswerven kost geld. Je wilt misschien posters maken of een kaartje in de bus doen of je wilt een advertentie plaatsen. Zorg dat je budget reserveert. Iets wat wij ook heel veel zien is dat het netwerk onvoldoende benut wordt. Je hebt al bestuursleden, je hebt al vrijwilligers in jouw organisatie. Die hebben allemaal familie, kennissen, buren, collega's, ouders die bij school staan te wachten, sportmaatjes. Je kent vaak veel meer mensen dan je denkt. Alleen moet je het bij elkaar een beetje uitvragen. Van wie ken je nog meer en van wie zou het ook leuk zijn? Dus ga bij elkaar zitten, vraag het aan elkaar. En dan natuurlijk, zorg dan wel dat je een goede pitch hebt over jouw organisatie en over die ontzettend leuke vrijwilligersvacature die je hebt. Want anders dan krijg je misschien negatieve verhalen en er komt er nog niemand. Maar benut dat netwerk. En dat is eigenlijk natuurlijk niet alleen offline, maar dat is ook online. Want ook op Facebook heb je een netwerk en ook op LinkedIn heb je een netwerk. Zet dat netwerk in. Het is vaak heel persoonlijk. En dan staat er nu klik. Wat is dit voor organisatie? Ja, dat is wat wij vaak zien. 99% van de Nederlanders maakt gebruik van het internet. Zien ze jouw vacature, kennen ze jouw organisatie niet zo goed, dan gaan ze kijken natuurlijk naar de website. En dan, komen ze dan op een actuele site? Of is het nieuws uit 2016? Maar is duidelijk waar jouw organisatie voor staat? Ziet de website er aantrekkelijk uit? Staan er leuke foto's op? En staat het vrijwilligerswerk eigenlijk wel op de site? Wij zien in de praktijk heel vaak dat dat er niet op staat. En dat is natuurlijk een gemiste kans, want je wilt eigenlijk weten van nou, misschien vind ik deze functie niet zo leuk, maar misschien hebben ze wel andere leuke functies voor mij. Nou, die heb ik al verteld. Want als je geen vrijwilligersvacature ziet op de site, denk je eigenlijk ook, nou, hebben ze mij blijkbaar niet nodig, want zo urgent is het niet. Wat ook vaak gebeurt is, je denkt vanuit de organisatie van, ik heb een vrijwilliger nodig voor ik heb een nieuwe voorzitter nodig of ik heb een hout- en meubelvrijwilliger nodig. Of geef jij je op voor yoga aan een groepje? Het gaat eigenlijk om van, nou jongens, wat heb ik als organisatie nodig? Dat is leuk, maar je kunt je beter verplaatsen in, waarom zou die vrijwilliger bij jou komen? Dus wat heb jij die vrijwilliger te bieden? En belangrijk natuurlijk vooral ook, weet wat jouw potentiële vrijwilliger motiveert. Dat is dus ook bij elke organisatie anders. Het is maar net voor wat voor doel jullie je inzetten, wat jullie de vrijwilliger te bieden hebben. Kan die veel bij jullie leren? Komt hij in een leuk team? Is het misschien iemand die lekker zijn hobby kan doen bij jullie? Zorg dat je echt je verplaatst in die potentiële vrijwilliger. Bedenk eigenlijk, iemand loopt op straat en waarom zou iemand bij mij naar binnen lopen? Ja, en wat wij toch ook nog heel vaak zien, te veel vragen, te veel tijdsinvestering. Mensen willen wel vrijwilligerswerk doen, maar hebben vaak gewoon geen tijd. Ze hebben het gewoon druk. De wil is er wel. Maak het ze dan ook mogelijk. Ga geen 8 uur in de week vragen, maar vraag zo min mogelijk uren en ga er zo flexibel mogelijk mee om. Probeer het in uren beperkt te houden. Als je denkt, dat kan niet, het is zo'n uitgebreide functie. Prima, ga hem opdelen in taken, ga met elkaar bezitten, ga die taken in groepjes verdelen en kijk of je het toch anders kunt gaan doen. En natuurlijk kan Pepje daarmee helpen.
ook een vaste verbintenis. Soms staat erbij dat je minimaal een jaar actief moet zijn. Dat schrikt best wel af. Zet dat er gewoon niet bij. Als in gesprek met mensen kun je altijd kijken of ze daartoe bereid zijn. En hetzelfde ook, vast dagdeel. Dat is voor mensen vaak gewoon moeilijk te regelen, want ze hebben ook een eigen agenda. Dus probeer daar flexibel in te zijn. Hoe meer je daarop hamert in je vacature, hoe lastiger het wordt. Ja, en deze, die is ook heel leuk. Vacatures als een betaalde baan. Hoe vaak zien we ze niet? Vacatures in het profiel van Superman of Catwoman. Grote functietitels waar zelfs een CEO niet voor terugdeinst. Of takenlijsten die de meest gedreven vrijwilligers angst inboezemen. Dus niet doen. Niet doen. Geen hele profielen van wie ben jij, wat ga je doen, wat vragen wij van jou. Niet doen. Probeer echt in te spelen op die motivatie. Houd het kort en beperkt. Ik weet het dat als je een secretaris vraagt dat er een heel takenpakket bij hoort. Maar dat weet iemand die erop gaat reageren eigenlijk ook wel. Ook een mooie, de ingewikkelde procedures. Die komen vooral bij wat grotere organisaties voor. Iemand heeft interesse in de functie. Die krijgt vervolgens de opdracht om een heel formulier in te vullen. Ben je iemand al bijna kwijt? Moet iemand dan weer heel lang wachten voor een gesprek? Nou, jongens, probeer het lekker kort en snel te houden, want interesse is gauw weg. Ja, dit is misschien een open deur. Een slechte vacature tekst, maar we zien hem toch wel heel vaak. Vaak titels als vrijwilligers gezocht of laat ons weten wat jij kunt doen. Wij zoeken een vrijwilliger. Nou, je snapt het, daar komen geen reacties op. Zorg echt voor een goede, pakkende titel. Geen lange, saaie teksten, kort en krachtig. Vertel vooral wat je het ook te bieden hebt, wat je ervoor terugkrijgt. En zorg dat het onderscheidend is voor jou als organisatie. En vergeet ook niet, deze teksten gebruik je vaak in alle communicatie. Het is echt de moeite waard om hier echt aandacht aan te besteden. Een fout die we ook veel voorkomen, staat een mooi contactpersoon bij met een telefoonnummer. Iemand heeft een vraagje, goh, kan het misschien toch ook op dinsdagmiddag of wat voor vraag iemand ook maar heeft. En dan wordt de telefoon niet opgenomen. De kans is heel groot dat iemand niet meer terugbelt. Dus zorg dat je bereikbaar bent. Snap dat het soms lastig is, maar misschien moet je dat al roleren met de mobiel. Maar zorg dat je altijd bereikbaar bent en niet alleen op woensdag tussen 1 en 3. Ook zoiets, te traag reageren. Iemand reageert op jouw vacature en het komt nu niet uit, want je werkt misschien maar parttime en na een paar dagen reageer je. Dan is de kans ook heel groot dat je iemand kwijt bent. Dus reageer altijd binnen 24 uur. En probeer zo gastvrij mogelijk te zijn. En dan de tip van vandaag. Eigenlijk de tip die ik overal geef. Jongens, gaan samenwerven. Wij zien vaak kleine organisaties die echt vrijwilligers nodig hebben. Maar ook inderdaad gewoon te weinig mensen hebben om het uit te voeren. Te weinig budget. Steek nou de koppen gewoon bij elkaar. Ga het samen doen, want samen ben je veel en veel sterker. Pep kan je daarbij helpen met een expeditie Nieuwe Gezichten, zodat je echt je creatieve denkkracht volop in kunt zetten. En dan even nog, wat hebben we nu vandaag geleerd? Dat wervingsplan maken cruciaal is. Het scheelt heel veel tijd en energie. Je hebt veel meer kans op succes. Dat je de voorafzaken goed geregeld moet hebben. Dat je continu moet werven, niet wachten tot het te laat is en je bij het zinkende schip zit. Besef dat je meer moet doen dan alleen de vacature op Den Haag doet. Verplaats je in die potentiële vrijwilliger. In de motivatie, in de tijdsinvestering, in die afhaakmomentjes. En zorg dat je tijd, geld en menskracht hebt voor de uitvoering. En benut je netwerk.